Ja, Dirk, gewonnen van Dave Chisnell. Het kostte wel moeite. Hij kwam wel echt opdagen, Chisnell. Je zakt iets terug. Ja, 103 gemiddeld iets terugzakken. Misschien wat anders. Ja, hoe wist je het toch om te draaien? Want hij kon toch 5-4 voor te staan, Chisnell. Nou, ik vond niet dat ik terugzakte. De beste man gooit 12-12-11. Ja, dat betekent dat je 12 dat is moet gooien. En had misschien één keer gelukt, maar ja. Je gooit niet elke lekker 12 dat er. En dat doet hij ook niet. Het is meer dat ik denk aan het begin even wat liet liggen om het verder, om een grotere voorsprong te nemen. Dat was hij niet zo goed. Uiteindelijk was hij wel gewoon heel goed. En, ja, nou ja, gewoon blij dat hij dan uiteindelijk 3 pijlen mist en ik straf alles af. En, ja, we winnen. Ik sta zeker alles af. Even terug gaan kijken. In 2019 zat ik bij jou aan de keukentafel met een podcast. Toen zei je van ja, ik ga naar Q-School als ik het niet haal. Dan ga ik mijn knie laten opereren. We zijn nu 2 jaar verder. Je staat in de top 16 van de wereld. Je gaat als een speer. Hoe kijk je er zelf op terug? Is die keuze van toen, die wat beruste keuze, wat relaxte keuze, werkt dat nu zijn vruchten af? Ja, maar goed, dat was natuurlijk mijn backup verhaal. Aan de andere kant had ik nooit het gevoel dat ik de Q-School niet zou halen. Alleen dat zijn van die dingen, die spreek je niet uit. Dan ben je arrogant en dan kan je alleen maar verliezen. Maar ja, ik heb altijd het gevoel dat als ik naar Q-School ga, dan haal ik het. Dus dan... ik had een backup plan voor als het niet zou lukken, maar ik ging er wel in van ik kan eigenlijk toch wel. Goed, je staat weer in de Euro kwartfinale. Iets wat je zelf uitspreekt van dat moet eigenlijk de standaard zijn. Nee, dus, ik zeg niet dat het mijn standaard moet zijn. Maar Vergerbe gaat elk toernooi en die moet hij winnen. Maar die wint ook niet elk toernooi, snap je? Dus het is gewoon altijd je minimale doel. En dat wil niet zeggen dat je het elke keer realiseert. Alleen, ik denk als je zeg maar, tussen de 30 en de 50% kwartfinale speelt, doe je het gewoon heel goed. In mijn situatie. Als top 16 speler. En ja, als je zo vaak kwartfinale haalt, dan kom je ook wel een keer verder. En dan, ja, dan kan je de echte schade aanrichten, om het zo te zeggen. Ja, een keer verder komen. Je zegt het al. Je speelt nu in eigen huis. Dat doet jou goed. Dat hebben we vorig jaar in België ook gezien. Ook hoop van je eigen fans erbij. Wat verwacht je dan van vanavond? Nou ja, goed, ik moet niet afhankelijk zijn van fans. Ik moet gewoon lekker gooien. Alleen het helpt je er wel doorheen. Zoals nu ook, weet je, dan heb je even taai. En dan helpen ze je toch wel een beetje met die support. Net een kleine zetje dat je... Nou ja, ik geef sowieso nooit over, maar net even dat je wat meer boost hebt, zeg maar, om lekker te knallen. Succes vanavond. Dankjewel.